Hoi allemaal, we zijn er weer voor het volgende dicté. Dit is een verhaaldicté. Ik ga zo meteen een verhaal voorlezen en als jij een geluid hoort, dan ga ik een woordje vertellen wat jij moet gaan opschrijven. Dus welk woordje komt op de plaats? Als je dus een zoemer hoort, dan moet je een woordje invullen. Daar gaan we! Het was op een koude dag dat de soep op het fornuis stond op te warmen. Schrijf op soep. Mama had ook nog een boterham met hagelslag gemaakt. Ze schrijf op zingt. Zingt een vrolijk liedje terwijl ze bezig is in de keuken. Benno was al de hele dag soldaat aan het spelen. Schrijf op soldaat bij 3. Uit zijn spaarpot had hij geld gehaald en daarvan had hij een uniform gekocht. Van papa mocht hij alleen deze dag het gevaarlijke zakmes, schrijf op zakmes, lenen. Met dat zakmes probeerde Benno een tak te bewerken. Hij gebruikte het zakmes als een zaag, schrijf op zaag. Hij wil van de tak een pijl en boog maken. Maar dat is eigenlijk niets voor een soldaat. Als hij naar de tak kijkt, lijkt de tak wel op een slang. Schrijf op slang. Een slang zaag je niet door het midden. Benno loopt met de tak naar buiten en legt de tak bij een rots. Een slang ligt graag in de zon. Schrijf op zon. Bij 8 schrijf je op zon. Op een rotsblok. Mama roept vanuit de keuken dat Benno mag komen eten. Mama drinkt bij het eten een kopje thee met een klontje suiker. Schrijf op suiker. Als Benno klaar is, geeft hij mam een zoen. Schrijf op zoen op haar wang. Hij is erg blij met zo'n lieve mama. Dat was het dicté al. Jullie hebben 10 woorden opgeschreven. Heel erg goed gedaan. Je moest vooral letten op de eerste letter. Was het een s? Of een z. Jullie weten het wel, van sim of van zon. Sim en zon. Het is heel lastig om het te horen, maar ik hoop wel dat het jullie weer gelukt is. We gaan naar de volgende bladzijde voor de antwoorden. Dan kun je het zelf ook al een stukje nakijken. Let op, het was soep, zingt, soldaat, spaarpot, zakmes, zaag, slang, zon, suiker en zoen. 10 woordjes. Ik hoop dat het gelukt is. Tot ziens!